Ik denk eerlijk gezegd dat je met een bevriezing van de schuld, en dat is, ik stil even uw woorden, Jan, maar dan bevries je ook de club. Een bevriezing van de schulden, dat is echt geen goede oplossing voor de toekomst van de club. Dat zorgt er alleen voor dat het lijden of de slechte situatie waarin dat we nu verkeren, dat dat nog even gerokken wordt. Maar we moeten er een totale omkeer. We moeten af van die schulden, anders is er hier op de Antwerp geen toekomst. Zeker met in het achterhoofd dat die nieuwe competitieformule niet volgend seizoen, maar het seizoen daarna start, denk ik dat het enorm belangrijk is voor de Antwerp om te zorgen dat ze bij die 8 clubs zitten die in tweede klasse, hoe moet ik het zeggen, een beetje beschermd worden en die kans maken om naar die hoge reeks te gaan. Het allerbelangrijkste van ons plan is dat je met een clean sheet, met een proper plan, proper blad papier, terug kunt beginnen bouwen aan de club, aan de heropbouw, terug concentreren op het sportieve en op de dingen waar daar een voetbalclub zou moeten mee bezig zijn. Ik denk dat we op 2 maanden tijd, of misschien op 3 maanden, rond de 5 miljoen zullen geïnvesteerd hebben in deze club. Allee, in de geschiedenis of de geschiedenis dat ik ken, heb ik nog geen partijen gezien die op zo'n korte tijd zoveel geld in de club gestopt hebben. Ik ben niet naar hier gekomen om hier 10 jaar in tweede klasse te blijven aanmodderen. Ik kan helaas niet garanderen wanneer dat we naar eerste klasse zouden kunnen gaan. In het voetbal heb je altijd een beetje geluk nodig, binnenkant paal, buitenkant paal. Maar ik kan wel zeggen dat ik hier 24 uur per dag er alles zal aan doen om het de spelers, om het de organisatie, om het de club te faciliteren om naar eerste klasse te gaan. Maar je kunt dat niet garanderen. En duurt dat 5 jaar? Dat zal 5 jaar zijn. Maar dat zal 5 jaar zijn met de ambitie om naar eerste klasse te gaan. Zonder die ambitie naar eerste klasse was ik nooit naar hier gekomen. En ik denk dat alles hier aanwezig is om dat plan te realiseren. Dus momenteel is het spelersbudget 1,4 miljoen euro. Dat is appartementen, auto's, RSZ. Dus dat is niet alleen de lonen, maar dat is eigenlijk het totale pakket wat dat de spelers de club op dit moment kosten. Daar hebben we ons ook geëngageerd om dat budget jaarlijks met 1 miljoen te verhogen. Maar de kern van het voetbal is de supporter. De supporter moet centraal staan in gans het voetbal gebeuren. Zonder supporter, ik heb dat in die brief ook geschreven, krijg je geen beleving, krijg je geen ambiance in je stadion, krijg je geen sponsors die je ploeg willen sponsoren. Maar waarom doen sponsors dat? Omdat er daar een community is, een grote community, hier op de Antwerp. Naam, kleuren, standnummer zal nooit verkocht worden door om TVB. Dat zit in handen van de supporters gebeiteld. Het is 5 voor 12 om de licentie te halen. En dat is waar. Maar langs de andere kant staan we op een uniek momentum in de geschiedenis van de Antwerp, dat we met een klein beetje goede wil langs alle kanten, dat we een gigantische stap vooruit kunnen zetten, dat we het verleden kunnen achter ons laten. We hebben de mogelijkheid om de licentie te behalen. We hebben de mogelijkheid om de historische schuldeisers achter ons te laten. We hebben de mogelijkheid om die dualiteit tussen VZW en NV, om dan een keer voorgoed achter ons te laten. We hebben de mogelijkheid om met financieel sterke schouders terug te investeren in die spelersgroep. We hebben de mogelijkheid om dat stadion op te frissen, om hier leven in te blazen. Hassen, het is een unieke kans. En het is een kans, als we ze niet grijpen, die we zelfs volgend jaar en de komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet meer zullen hebben. Het is een unieke kans. Laat ze ons grijpen.